Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op Lekker Fifa Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. En vandaag gaan we weer eens een OSM nabeschouwing doen. We gaan dus eens kijken hoe is de competitie verlopen met de kijkers. Jullie weten natuurlijk, we houden altijd de OSM competitie met de kijkers. Althans, we hebben eventjes een pauze gehad, maar we hadden er even lekker zin in. En dus hebben we deze keer de Eredivisie uitgekozen om een mooie OSM competitie ervan te maken. Daarover gesproken. Die is dus nu ten einde. Vandaar dus ook de nabeschouwing. En we hebben inmiddels alle nieuwe. Ik zal hem gelijk laten zien. Ik zit hier met West Bromwich Albion. We zitten namelijk in de tweede league van Engeland. En dan laat ik jullie gelijk zien uh, ja, hoe het eruit ziet. Er zijn dus 24 clubs. Dan kan ik hier even laten zien welke clubs al bezet zijn. Dus Arda heeft Stoke. Ik heb West Bromwich Albion. Joe heeft Aston Villa. Lucas heeft Swansea City. Jury, de moderator van, uh, van de, deze competitie, zal ik zo even uitleggen. Als je wilt joinen hoe dat dan gaat. Die heeft Hull City. Uh, Kevin Dreisma, oftewel moderator, heeft Leeds United. En Niels heeft Wigan Athletic. Dus dan weet je in ieder geval ook gelijk welke clubs er over zijn. Het zijn nog in de voorbereiding, dus iedereen kan er nog gewoon mooi bij. En hoe het dus werkt, nou Je zagen het al, ik zal het even laten zien. Dit is de naam, More Than 188 Competitie. Uh, als het goed is, als je dat intikt, moet je erop uitkomen. Mocht, je dat, nou niet, mocht dat nou niet lukken... Dan moet je even zoeken naar de manager. En dat is gewoon niet more dan 188. Dus dan moet je de competitie even weglaten. Dus je kan of naar de managernaam zoeken van more dan 188. Of naar de competitienaam naam more dan 188 competitie. Heel simpel. Mocht het nou echt niet lukken. Dan kan je het gewoon even in de comments achterlaten. Sowieso als je mee wilt doen. Laat dan even weten. Want ik wil natuurlijk alleen mensen meedoen die ik ook zelf ken. Dus uh, dat zou ik even bespreken met Jury. Dat is ook alleen mensen accepteert die ik dus ken. Dus laat even zeker in de comments weten. Als je mee wilt doen met die competitie. Het is een lange competitie, eenvoudige speelrondes, maar des te leuker en des te spannender denk ik ook, wie er dus uiteindelijk aan de gaat met kampioenschap met de peker. Dus, hoe is dat dan gegaan met het Indivisie seizoen? Zoals jullie kunnen zien, linksboven, uh, ja, helemaal linksboven natuurlijk gewoon geld en boscoins, maar ik bedoel daaronder zien we de kampioen, is onze Jury met Heerenveen. Super knap met Heerenveen, <laughs> Je hebt dat nou verwacht. Maar, mag moet wel bij worden gezegd, PSV, Ajax en Feyenoord zijn niet gekozen. Dus... Dan had iedereen eigenlijk wel een minder team. Ik had pechvollen en uh, ik zal ze laten zien hoe ik daarmee maar eindigden Voor de mensen die het al hebben gezien natuurlijk, want je kon het al zien, maar ik zal ook zo even laten zien hoe het is verlopen. Maar Jure is dus met Herenveen kampioen geworden, superknap. Maar check dit team even: Barco over de 100, Jesus over de 100, Depay over de 100, Van Bergen 90, Idrissia Larson, Kroos over de 100, met 98. Ja, kijk zelf maar even hoeveel 90 graden en zo hierin zitten. Ja, verdediging is ook wel echt bizar. Het is echt verre beste team. En er is toch wel wat commentaar geweest. Ik zal het zo ook even bespreken bij de regels voor de volgende competitie. Maar er is wat commentaar geweest op dat jury aan het tweede was. Er was ook iemand anders die aan het tweede was. Maar dan moet ik even eerlijk zeggen, dat ik niet, wie, niet meer weet wie dat was. Maar er is heel veel commentaar geweest op het tweede. Van ja, daarom zijn we traden. Ik bedoel, dan uh, word je alleen maar beter. Dat, dat spreekt eigenlijk voor zich. Maar dan, uh, ja, dan heb je gewoon een veel te goed team, zeg maar. Nou, daar kan ik wel ergens in vinden. Maar aan de andere kant, als iedereen dat zou doen, is het gewoon iedereen gelijk. Want iedereen kan traden. eerlijk gezegd. Je zet spelers voor de hoogste waarde erop. En dan kan je een betere speler even terugkopen. Zo werkt OSM naar één man. Dat kan je gewoon doen. Je kan ook zeggen, dat doe ik niet. Ik verkoop alleen de spelers die ik niet nodig heb. En van het geld koop ik een betere speler. En dan gaan ze maar door. Wat ik meestal doe, is inderdaad, de spelers die ik niet nodig heb, verkoop ik dan. En dan koop ik nieuwe spelers erbij, gewoon trainen. En uiteindelijk worden de spelers overbodig. Verkoop je die. En dan koop je een betere speler, dus in die zin is het ook traden, alleen wat bij Jory het geval was, die deed gewoon kopen, verhogen verkopen en dan weer een betere speler halen. Dus niet per se eigen spelers, maar gewoon een speler kopen, verhogen verkopen en dan heb je weer een betere speler in huis. Heel simpel. Ik vind dat het gewoon mag, dus laat me even in de comments weten als je denkt van ja, wat een bullshit, dat mag niet. Van mij mag het gewoon. Ik bedoel, als iedereen dan gaat traden, nou, dan is het toch gewoon gelijk. Nou, iedereen heeft een supergoed team. Maar ja, dan blijft de competitie, de strijd tussen de verschillende ploegen, blijft wel hetzelfde naar mijn mening. Dus um, zo sta ik erin in ieder geval. Um, maar goed, Joris is dus kampioen met een fantastisch team. En kijk eens, hij staat bovenaan met 92 punten. De laatste pot nog wel verloren zie ik. Maar goed, dat mocht natuurlijk al niet meer baten. Want uh, Heerenveen stond al ver boven AZ. AZ is Lucas trouwens en uh, daaronder zien jullie Vitesse. En ik dacht dat ik vijfde was geëindigd, maar ik ben blijkbaar vierde geëindigd. Het is wel hartstikke lekker. Vierde lekker met peksvollen. In het begin, dat zal ik zo even laten zien, stond ik namelijk heel ver, uh, heel ver uh, beneden de ranglijst. Dus ik uh, ben super blij dat ik in ieder geval nog vierde ben geëindigd. Sowieso boven de doelstelling. En voor de rest hebben we Heracles. En gewoon, nou kijk, zelf maar Ajax, speelde en Feyenoord nogmaals had niemand. Dus daarom zijn die ook wat laag geëindigd. dus zien jullie dat. Um, ik zal de managerlijst laten zien, ik heb het net al even laten zien. Voor oh, nee, nog niet, dat was bij de andere competitie. Maar hier zie je dus Jorrit met Herenveen en ik met Pek. Uh, Lucas met AZ, Joe met Vitesse en Rent met Groningen. Maar wat valt nou op? Heel veel managers zijn gewoon inactief geweest. Er was eerst een hele lange managerlijst van gewoon meer dan 10 ploegen, Maar heel veel mensen zijn toch inactief geweest en hebben dan ook ontslagen. Die mogelijkheid heb je. En een regel die ik altijd stel: wees actief. Heel simpel: wees actief. Ik bedoel, ja, dan wordt je team, als je, als je inactief bent, hè. Laten we daar even eerlijk over zijn. Dan wordt je team alleen maar slechter. Want moreel komt het achteruit. Je kan tactieken niet meer aanpassen. Je kan schorsingen en blessures niet meer handelen. Je kan niet transversen om je team beter te maken. Omdat je je echt niet actief bent. Je bent niet online. En daarom zijn er heel veel mensen weggegaan. Want bij Heracles zat volgens mij Milan, als ik het goed heb. Bij Emmen zat Niels. Bij Utrecht zat Daan. Bij Ader zat Kevin Drijsma. Um, ik zeg trouwens, Draaisman had ook Kevin Braafbommen, dus dat vond voor mij nog niet in. Dat is in twee weken niet meer. Bij VVV zat Ede Kreunde. Bij Fortuna Zitten zat Joost. En dat was het volgens mij. Voor het geval ik iemand ben vergeten, sorry. Maar die waren allemaal één actief. Vind ik zonde. Als je aan zo'n competitie begint, dan maak je voor mij ook, denk ik, gewoon een bepaalde belofte. Wees gewoon actief. En tuurlijk, je kan eens dus een keer een, da een dagje of twee of zo niet actief zijn. Dan kan je het ook nog niet ontslaan. Die mogelijkheid heb je nog niet. Maar pas bij drie dagen. En drie dagen was best wel veel al. Dan zie je echt geen enkele minuut op OSM. Niet eens van: oh, wat heb ik gedaan? Oké, okay, uh, die speler moet eruit, die speler moet eruit, klaar. Dat kan ook. Dat vind ik als nooit gewoon actief ben. Ik bedoel, je bent bezig met je team. Maar als je nou echt gewoon meer dan drie dagen gewoon niet actief bent, ja, dan uh, hou je dus daar niet aan de regel. En goed, als je denkt van bijvoorbeeld een knillige regel, ja, dan moet je ook niet aan de competitie beginnen. Heel simpel. Als je mee wilt doen aan de competitie, moet je dus je houden aan de regels. En de regels, dus ook voor de volgende competitie in dus de Tweede League van Engeland, zijn. Uh, wees gewoon actief. Dus je kan best wel een dag niet online zijn. Maar wees gewoon actief. Uh, maximaal twee trainingskampen. Heel belangrijk. Maximaal twee. Zodat we niet elkaar helemaal gaan bestoken. En dan boscoins gaan kopen. Om iemand puur helemaal te ergeren. Met alle trainingskampen. Dus maximaal twee. En uh, nou, traden mag gewoon. Uh, um, ja. nog meer. Voor mij niet. Gewoon, wees gewoon actief. Joh. Ik bedoel. Maak het ook een stuk gezelliger. En ook een stuk leuker. Als je gewoon veel met je team bezig bent. Anders wordt OSM inderdaad gewoon kapot saai. Maar goed. Hou je dus aan de regels. En uh, als je daar aan houdt, dan kun je gewoon lekker meedoen. En dat moet je natuurlijk ook wel kennen, maar dat uh, geldt voor de meesten wel. Uh, jullie hebben de competitielijst inmiddels gezien. Ik ga nog eventjes langs, hoppatee. Uh, topscore, eens even kijken. Brand van Mij staat bovenaan, met 22 goals. Samen met Larsen van AZ. Nog links, Idrissi, van Bergen, Pedro. Nou, kijk maar zelf. Allemaal alle. Naampjes die zijn gekocht. En natuurlijk Filalba, uiteraard. Die mag natuurlijk niet ontbreken, lieve mensen. Filalba, wat een held. Um, assist. Even kijken. Een paar van Azet zie Een paar van mij. Nou, nogmaals, kijk je gewoon lekker doorheen. Dus even meer voor het overzichtje, hier. Meest waardevolle spelers. Brand natuurlijk. 20 goals. Ook weer samen met Larsen trouwens. Uh, Idrisie van Judeveen. Um, even kijken. Ja, ook weer wat hetzelfde namen erin voor. Logisch natuurlijk als je veel goals maakt. Uh, spelersklasse met Ik Kijk dat de spelers van mij zijn. Nogmaals, kijk even tussendoor, dan zie je het vanzelf. Hinteregger van mij ook even mijn verdediger. Reeksen. Vitesse 8 ongeslagen brei. Heel goed. Ader, Groningen. Ja, ik heb pas gelijk gespeeld. Ik heb wel 12 ongeslagen brei. Nou, Jor heeft natuurlijk pas verloren. Dat staat voor mij helemaal onderaan. Want Jor had hele, ook een hele lange reeks volgens mij hoor. Maar uh, die heeft natuurlijk pas verloren. Dat kan je trouwens zien uh, als ik even kijk hier zo. Je ziet al winst, winst, winst. Nou, Lucas had bijvoorbeeld pas ook nog een. Verlies, een nederlaag, dus dan uh, is ook die reeks weer weg. Selectiewaarde, Herenveen natuurlijk ver bovenaan, al die spelers bovenom Het is ook bizar, trouwens. Gewoon dubbele van Vitesse. Het is bizar, echt. En ja, kijken rustig naar. Niet allemaal heel bijzonder, denk ik. Goals, ja, ja, zitten Heerenveen natuurlijk. De twee ploegen die strijden, of streden om het kampioenschap. En nog wat staat, hartstikke leuk. Um, de Beker heb ik gewonnen. Hé, hey, lekker mensen. Dit is mijn team. Brand, uh, ja, kijk gewoon. Eh, dan kunnen we naar Paul natuurlijk als echte ster spelen. Filal was natuurlijk heel belangrijk geweest. Goed middenveld, als ik het zelf mag zeggen. De goede verdediging, ze zijn allemaal een beetje moe, maar de boeit allemaal niet nu het is afgelopen. Ja, gewoon een heel goed team. Dus ik ben bijna vierde ben mee Want in het begin ging dat niet zo lekker. Ik zal het even laten zien. In het begin: Glijsma tegen Ajax. Nederlaag tegen Willem II. Dat was volgens mij nou, Arda, dacht ik. Maar dat weet ik niet heel zeker. Voor mij was het Arda, had twee accounts toen. Uh, gaatspel tegen Joey, verloren van Lucas, verloren van Juri. Uh, gaatspel tegen toen nog Kevin. Die allemaal, nou, dus je dat, twee trainingskampen om mij te naaien. En toen hebben we een hele goede reeks gehad. Wel weer een paar gelijke spelers. Tegen Joos, die uiteraard weer een de trainingskamp deed. Die daarna weer is mee gestopt. Lekker handig. Gaatspel tegen de Raadschap, gaatspel tegen Rens. Toen weer over veel overwinningen. Trainingskamp tegen Lucas. Toen ben ik afgemaakt tegen Juri. Um, toen de beker doorgaat tegen Joby. Heel veel overwinningen zoals je ziet. En alleen een uh, gelijk spel nog. Maar ik heb de beker dus gewonnen van Jury. Hartstikke fijn. En, uh, zal ik even laten zien wie er toen hebben gescoord. Waarschijnlijk staat Brand weer bij. Dat Kan haast niet anders. Even uh, kijken. Brand. Lazari. Kost iets. Kijk eens. Uh. Hartstikke lekker. En uh, ja, mis ik nog wat. Ik heb mijn team laten zien. Ja, het team van Jury laten zien. Ja, als je een andere teams wil zien, kan ik wel allemaal laten zien. Maar ik uh, denk dat daar niet zo, uh, veel uh, als je even aan, aan kan veranderen. Um, tactiek weten jullie inmiddels wel. Ja. Ik zal het trainingskap laten zien nog inderdaad uh, maar twee heb gebruikt. Hier zo, tegen AZ en tegen Vitesse. Allebei een overwinning opgeleverd, dus op dat is in ieder geval wel nuttig. Um, ja, wat kan ik nog meer zeggen? Ik denk niet zo heel veel. Hier zie je allemaal dingen die je kan doen, natuurlijk. En uh, ja, ik uh, neem dat hiermee wel redelijk klaar bent. Ik heb de peken laten zien, kapoens laten zien. Hoe zit het met mijn wedstrijdkalender? De stand. Mijn managerlijst, waar ik alles laten zien. Yes. Oké, okay. dit is dus de volgende koptietje waar ik het over had. En uh, ja, je ziet trouwens ook links een crew. Als je erbij wilt, laat het ook even weten in de comments, dan uh, zal ik dat even regelen. Maar, uh. Je weet welke teams er over zijn. Ik heb de regels net verteld. Hou je nog aan, wees actief. En uh, als je niet actief bent, word je er simpel uit ontslagen. Dus ja, dit, uh, het wordt uiteindelijk wel afgestraft natuurlijk als je heel dom inactief gaat wezen. Maar ik bedoel, begin er nou alsjeblieft niet aan. Al. Als je het nou al weet. Dat je inactief wordt. Dat je denkt van op een gegeven moment heb ik gewoon geen zin meer in. Als het bijvoorbeeld slecht gaat of uh, ja, de OSM kan ik ook al links laten liggen. Nou ja, oké, okay, dan, dan mag je dat zeggen. Maar dan wil je ontslagen. Dus doe daar gewoon niet mee als het toch geen zin heeft. Dat uh, lijkt me een verstandige, een verstandige overeenkomst om te maken. Uh, dit was het in ieder geval. Dit was de OSM-nabelschap. Ik hoop vond jullie het leuk? Zou je zeker een duim omhoog. Duimpje. Zo, ja. doe gewoon heel veel duimpjes. Like niet veel duimpjes, mensen. En uh, maar ja, abonneer op mijn kanaal natuurlijk, mocht dat nog niet gedaan hebben. We zijn 250 abonnees weer naar beneden geram. We zaten eerst op 251, 252, nu dus zitten op 249. Hartstikke idee, hartstikke leuk. Maar uh, abonneer gewoon even om mij te steunen. En uh, jullie weten, de nieuwe serie komt er. Uh, je hebt pas uh, gisteren natuurlijk ook de leuke zangvideo gezien. Meerdere zangvideo's trouwens. En. Uh, Sowieso komt er een leuke video van de serie. We gaan binnenkort een weekend streamen. Dus mis het allemaal niet. Door op het belletje te drukken. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Laatste mensen.